We hebben het al een paar keer gezegd. Voorbereiding is erg belangrijk. Dat is trouwens niet alleen met film zo, hè? Nee, kijk, stel je voor dat je nou met je klasgenoten gaat voetballen. En je hebt helemaal niks voorbereid. Je rent met z'n allen achter die bal aan, er is geen goal. Ja, dat is helemaal niet leuk. Als je je had voorbereid door bijvoorbeeld twee teams te maken, een goede bal te regelen en twee goals, ja, dan wordt het opeens een stuk leuker. Bij filmen is de voorbereiding nog veel belangrijker. Daarom vatten we het nog even samen. Stap 1. Je gaat je verdiepen in het onderwerp. De kinderrechten. Stap 2. Je schrijft een goed verhaal met een begin, een midden en een eind. Hou in je achterhoofd dat het verhaal niet te lang mag duren. Ja, precies. 2,5 minuut. Stap 3. Dat is de moeilijkste stap van het film maken. En deze stap maakt het verschil tussen zomaar een verhaaltje schrijven en een echte film maken. Ik leg het daarom nog even extra goed uit. Als ik met mijn filmcoach oog kijk naar dit verhaal, wat een kind heeft geschreven, met een begin, midden en een eind, dan zie ik hier geen zinnen staan, maar shots. En zo verdeel ik deze zinnen in 3 korte shots. Shot 1 is dat we opnames maken van een kind wat met zijn ouders ergens loopt. We nemen daarvoor een totaalshot op. De tekst in het verhaal is dat de ouders van het kind alleen maar met hun telefoon bezig zijn. Dat stukje verhaal vertaal ik dan in dit shot. De derde zin in het verhaal is dat ze het kind kwijtraken. Daarvoor nemen we dit totaalshot op. Op die manier ga je het hele verhaal verdelen in shots. Om je daarbij te helpen, hebben we er een storyboard bij gemaakt. Het storyboard kan je uitprinten en je verhaal verdelen over de verschillende shots. Stap 4. In het storyboard kan je aangeven wat voor soort shot het moet worden. Totaal, medium, close-up. En kan je nog tekst erin zetten die de acteurs dan moeten zeggen. Of welke tekst je als vertelstem erbij wil hebben. Stap 5. Als je je storyboard af hebt, kun je heel makkelijk gaan beginnen met filmen. Je kijkt op het storyboard welk shot je wilt gaan doen en je begint met opnemen. Na het opnemen kan je altijd je shot nog inkorten. Stap 6. Als je alle shots hebt opgenomen en ingekort, kan je nog een vertelstem toevoegen. Of misschien nog wat muziek erbij opnemen. Daarna kan je je film exporteren en ons de link sturen. Als laatste wil ik je nog 2 belangrijke tips geven waarmee je film nog leuker kan maken en binnen de 2,5 minuut kan houden. Mijn eerste tip is om gebruik te maken van tekeningen. Tekeningen in films zijn altijd erg leuk. Speelt je film zich bijvoorbeeld af in een ziekenhuis, begin dan de scène met de tekening van het ziekenhuis. Volgende patiënt. Of moet je voor je film een stuk rijden? Maak dan een voertuig, knip het raam eruit, hou de tekening dicht bij de camera en ga dan een stuk achter de camera zitten. Terug naar Amerika. Het gaat al een tijdje niet goed bij de familie Harteloos. Tijd voor drastische maatregelen. Dan lijkt het net alsof je in je eigen getekende auto zit. Tip 2. In en uit het shot lopen. Kijk, als je voor het eerst filmt, heb je altijd de neiging om de acteur te blijven volgen. Hier zien we hoe de camera de acteur volgt, terwijl ze het shot opneemt. De camera loopt erachter en neemt alles op. Het gevolg is dat het beeld veel beweegt, maar nog vervelender is dat het onnodig lang wordt. Wel 24 seconden. Veel beter is om de camera gewoon helemaal stil te houden en de acteur uit het shot te laten lopen. Als je het shot in 2 stukken verdeelt, dan is dat veel beter. Je laat de acteur in beeld lopen, ze pakt het boek en loopt het beeld uit. In het tweede shot komt de acteur dan het beeld ingelopen. Op deze manier duurt het veel korter. En je houdt ook nog eens de camera stil. Wij zijn echt super benieuwd naar jullie mini-movies. En ja, wie weet kom ik dan wel bij jullie op school om een remake van jullie film te maken. En die zien we dan samen in de bioscoop.
Veel plezier alvast bij het maken van jullie film. En wie weet, tot ziens.